Als ik in die theater gaan zitten, filmtheater of net gewone theater, dat ik altijd die passie gehad van, joh, dit kan ik wees, ik wil teruggaan, je weet, en die verlangen. En na 13 jaar in die hotelbedrijf, en 5-ster hotellen opmaak, en 5 hernieuwings van hotellen doen, om bouwwerk, bouwprojecten, heb ik besluit, nee, dit is tijd dat ik, ik heb altijd gezegd, ik wil niet een dag oud wees, en sê, ik wens ik het niet. Ik wil eerder proberen, en als het niet werkt, dan kan ik teruggaan. Als het iets is wat ik werkelijk voel, een verschil kan maken aan die psyche en aan die van die Afrikaner, van mans, van mensen, als daar een invloed kan wees om op mensen te laten denken en te laten praten. Net zoveel negatieve commentaar wat er was, was positieve commentaar. En ik wil me verstuit om te zeggen, dat was eigenlijk meer positieve commentaar dan negatieve commentaar. Maar ja, dat een fliek waar daarover gepraat wordt. Is voor mij goed, is een goede film. Het is een rol, het is een werk. Het is een persoon wat je vertolk. En soos met skoonheid, als ik van die stel afstap, is ik ek. Als ik op die stel klim, was ik François. En ik heb de manier van, en ik is gelukkig daardoor, dat karakters en rollen mij niet affecteren. Nie. Grawe in die sand. Ja. O ja, nee. O, ek is mal oor rides doen en speel en ja. In die modder en in die see en ja, want dit is vir my, dit is toch vir my deel van kind wees en van pa wees. Dit is vir my lekker. Ek weet wie ek is. En ek is gemakkelijk met wat ek is. En die feit dat ek weet die kunstzinnigheid en die emotie en alles is daar binnen my. Weet Nicolas, ek en Nikki, selfs kyk ons televisie een film, dan sal Nikki sy oor lê en sê, are you crying dad? En dan weet sy, as daar mooie scenes of iets wat ek my kan inleef, dan gaan een traan stort. Dis maar wie ek is. Ek is nie skaam om te sê, ek hou in 'n fliek nie. Verstaan jy? Want as iets vir my regtig mooi is, gaan ek het doen. Dan, want ek kan myself inleef en ek kan myself vereenselwig. Ons was besig met Vaanse trein en Vaanse stasie. Samen met die dierbare Paul Eilers. Ja. En ons het die dag uitgerij God's window toe. Toe kry ek die oproep. Jou pa het nou net gesterf. Toe staan ek en kyk oor God's window uit. En toe moest ik gaan speel. Ons het nog 2 raai middag een show gehad. Toe draap Paul Eilers op aan my pa. En, joe, dit was moeilik. Maar ons het gedoen. The show must go on, hè? Skies toch. So, ja. Maar daar is my doel in alles. En weet vir die dag, God's window. En het is 5 jaar geleden. En dit was moeilijk, maar mens gaan daar deur en het vorm jou, dit maak jou een anderste mens. As daar een ding is wat iemand een dag op my grafsteen kan skryf, is het, hy was professioneel. En alles wat hy doen, hy het aangepak met oorgawe, hy was passievol, hy is een professionele persoon. Want hy het na die beste van sy vermoë gedoen. Jy weet, ek sê nie, doen alles reg nie, mens het baie foute, maar ek wil myself sien as baie professioneel, so ek is op tyd daar, ek ken my woorde as ek op stel gaan, ek doen wat daar gesê word, ek probeer nuwe dinge, ek is voorbereid, en ja, ek werk hard. Dit gaan my alles saam met being professional.